Welkom, schorpioen, bij jullie jaarhoroscoop van 2025. Ik ben Hetty van Praktijk Elvira. Ik doe het zoals ik vorig jaar ook heb gedaan. Ik leg voor het hele jaar een aantal kaarten. Daar haal ik de energie uit op. Het is echt een algemene legging. Ik heb een overall kaart voor het hele jaar, wat dus het hele jaar speelt. En ik heb iets gelegd op liefde. Mochten jullie de verlenging willen, dan kun je dat aanvragen voor 27,50. En dan leg ik een kaart per maand. Dus dat is ook heel algemeen. Mocht je een persoonlijke jaarhoroscoop willen, dus die echt toegespitst is op jou, kan dat ook. Dan hangt uiteraard een heel ander prijskaartje aan. En ik heb hele andere gegevens nodig. Ik heb je geboortetijd, jaar, maand, plaats en dergelijke nodig. Dan kijk ik naar toen je geboren bent, wat jouw karmastukken zijn en wat jij mag gaan tegenkomen, de inzichten voor 2025. Als je dat wil, dan kun je dat aanvragen via praktijkelvira@gmail.com. Echt, het is Mercurius retrograde en ik doe alleen maar woordelijke fouten ook in de andere video's. Doe maar. Het is zo. Mercurius retrograde is net gestart en ik loop er zelf tegenaan. Maar goed, het kan. Ik heb ook gezegd dat ik 3 op een dag doe, maar ik doe er echt maar 2 op een dag. Ik heb veel aanvragen al en 2 horoscopen leggen op één dag. Is heel veel tijd. Kost me sowieso 6 tot 7 uur. Dus ik doe er 2 op een dag. En mochten jullie dat willen, vraag dan zo snel mogelijk aan. Dan hoef je niet echt een maand te wachten erop. Oké. Dat gezegd hebben de schorpioen. Ik kijk even. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in het tarot. Ik heb bekers 4. Schildkraap van bekers. Ridder van zwaarden. Gerechtigheid. Aas van staven. En 3 van munten. Meer kwam er bij jullie niet uit. Voor het aankomend jaar. Dat betekent niet dat er niks gebeurt. Of dat er weinig is. Maar voor het algehele niet. De overall kaart is gezegend. Dus onthoud goed dat alles wat ik zeg, je bent gezegend in het hele jaar. Het is het jaar van structuur creëren of een andere structuur creëren. Het is de kaart van stabiliteit in jezelf vinden. Deze kaarten heeft echt voor mij een gevoel te maken met de structuur in jezelf en de stabiliteit en de weg in jezelf terugvinden. Dus je bent het hele jaar door gezegend, ongeacht wat er gaat gebeuren. En als er dingen gebeuren die minder leuk zijn, dan heeft dat altijd een betere uitwerking. Ik begin het jaar. Ik deel hem in stukken, want dat gevoel heb ik. Ja, bekers 4 en schildknaap van bekers. En bekers 4 is een beetje een beetje in mineurstemming zijn. En dat komt omdat je niet ziet wat er wel is, maar dat je even kijkt naar datgene wat je niet kunt hebben. Maar ja, weet je, het had zo leuk kunnen zijn als dit of dat. Het had zo fijn kunnen zijn. Maar je kijkt even niet naar wat je nu hebt. Het heeft te maken met de schildknaap van bekers. Het heeft te maken met mogelijkheden, met kansen, met liefdevolle gebaren die op je pad komen, die ervoor zorgen dat jij weer je beter gaat voelen. Die bekers 4, die triggert mij een beetje. Het heeft te maken met iets, het is alsof je een beetje aan het terugkijken bent van ja, wat moet ik nu eigenlijk met deze situatie aan? Moet ik hieraan vasthouden? Zal ik wat anders willen? Wat biedt het mij? Het biedt mij helemaal niks. Het lijkt wel alsof je heel goed snapt dat er situaties zich hebben voorgedaan, voordoen, waarvan je denkt, ja, maar het biedt mij niks. En toch voel ik me er niet leuk onder. Toch voel ik me er niet fijn onder. Dat heeft ermee te maken dat er natuurlijk iets triggert in jou, wat nodig is om aan te kijken. De schildknaap van bekers geeft mij aan, er komt een liefdevol gebaar. Je krijgt een mogelijkheid en een kans voor een ontluikende liefde. Ineens voel ik hem. Ik denk dat er wel iets gaat gebeuren in de loop van het jaar.
op liefdesgebied. En de loop van het jaar, dat is niet januari, februari, dat kan ook wat later zijn en dat kan een wat langere aanloop hebben. Ik heb Ridder van Zwaarden, dus het is wel een situatie die handelen tot gevolg heeft, snelheid in handelen. Heeft dat te maken met die nieuwe liefde? Nee. Oké. Okay. Het heeft te maken met de gerechtigheid. Je krijgt wat je toekomt, dus de dingen die jou aangeboden worden. Ik ga zo leggen op voor Bekersvier, ben ik niet vergeten. Die zorgen ervoor dat de zaken in balans komen, dat je krijgt wat je toekomt. Je krijgt snelheid in handelen. Snelheid in handelen is nodig omdat er iets gaat gebeuren, of er wordt iets gezegd, of aangeboden, of gemaild, of geschreven, waarvan je denkt: oh, ik moet hier nu direct op reageren, want ik heb maar 2 weken de tijd. En als ik dat niet doe, dan verloopt het. Ik had ze al in paartjes van 2 liggen, dus die schildknaap van Bekers zit niet gelinkt aan die Ridder van Zwaarden. Heeft er wel mee te maken, maar hij zit er niet aan vast. Ik zie echt Bekers 4 schildknaap van Bekers. Je kijkt naar iets waarvan je denkt: oké, had ik maar. Maar er gaat iets anders ontluiken. Iets op afstand. Er gaan mogelijkheden en kansen zich voordoen. Iets waar je ook heel blij van wordt, wat ook op afstand kan zijn. Maar er gaat iets gebeuren wat jou toekomt, waar jij weer de balans in krijgt. Iets wat je niet had durven dromen. Maar dat heeft wel direct handelen nodig. En direct is niet gelijk nu, binnen een uur, maar wel binnen een aantal dagen, zeg maar. Het geeft je wel de nodige balans. Het haalt iets uit je hoofd. Het geeft je rust. En je weet, je hebt de overalkaart gezegend. En je voelt je er ook heel blij mee. Ook met alles. Ook met de bekers 4 uiteindelijk. Naar die schildknaap van bekers. Word je er ook heel blij van. Wat is de bekers 4? Ja, die bekers 4 heeft met jezelf te maken. Ik krijg koningin van staven en staven 9. En de bekers 4. Ik krijg wel het gevoel dat het te maken heeft met een bepaalde liefde of een bepaalde persoon waar jij naar terugkijkt of denkt: ja, het is niet gelukt of het kan niet doorgaan of het kan niet plaatsvinden. Iemand die jou wel heel erg goed laat voelen, maar waarvan je weet: ja, weet je, ik moet door. Het is niet voor mij, het is niet weggelegd, ik moet door. En dat wat ik het gevoel krijg als je doorgaat, dus dat heeft wel in het begin van volgend jaar te maken, en het is toch de komende maanden, als je daarmee doorgaat, dan komt er iets nieuws op je pad, iets waar je heel blij van wordt. En dat is die schildknaap van Bekers, een liefdevol gebaar, een liefdevol iemand, iemand die zijn hart ook aan jou wil geven. Dus die Bekers 4 heeft te maken met afstand, afscheid nemen of nadenken. Om afstand te nemen van iemand. Omdat je denkt: ja, dat haalt niet uit. Het kan niet. Hij is getrouwd, zij is getrouwd, zij is niet hier, zij is te jong, te oud, te groot, te klein, te weet ik veel, onbereikbaar. Iets dergelijks. Maar je gaat doorzetten. Dus dat zie ik. Daarna zie ik dus die Ridder van Zwaarden en gerechtigheid. Iets wat er ja, gaat gebeuren. Het heeft wel impact. Het is wel iets serieus, iets wat je moet tekenen of wat een officieel document is. Iets voor. Ja, iets voor wat je geregeld wil hebben, waar jouw handtekening of jouw bevestiging voor nodig is. Daarnaast krijg ik Aas van Staven en 3 van Munten. En Aas van Staven is iets wat je niet ziet aankomen. Wat wel in de sterren geschreven staat, waardoor je heel enthousiast en gedreven van raakt. En wat een opbouw betekent. Iets in een opbouw. Concreet. Er gaat concreet iets groeien. En die zie ik in de tweede helft van het jaar. Dus het andere stuk is echt de eerste helft van het jaar. En de andere het tweede helft van het jaar. Laten we het zo maar doen. Die Aas van Staven, die geeft vernieuwing. Geeft inzichten. Maar je wordt er ook heel blij van. Het emotioneert jou heel erg. Het is iets groots. Daarom heb ik een Aas van Staven. Het is iets wat je ook wenste, wat je hebt gezien.
Waarschijnlijk heeft daar het tekenen mee te maken of het ondertekenen die gerechtigheid mee te maken. Maar het is een nieuwe opbouw. Het is iets nieuws, iets wat je aan het creëren bent, wat je gaat creëren. Ik leg er even iets bij. Waar heeft het mee te maken? Waar heeft die mee te maken? Te maken met het verleden. Een karma stukje. Verzoening. Ik krijg beker 6. Beker 6 is ook iets goed maken. Ik krijg een heel ander gevoel hierbij. Dit heeft te maken met iets groots in je leven. Het is alsof je van kind naar volwassen gaat. En dat heeft te maken met je gevoelsleven. Ineens voel je van, wat ik ga doen is serieus. En dat heeft te maken met die gerechtigheid. Wat ik ga doen is iets serieus. Het heeft een serieuze aanpak nodig, maar ik doe het met alle liefde. Het is iets wat altijd al in mijn achterhoofd heeft gezeten. Er zit nog wat meer. Iets wat dat je niet alleen hoeft te doen. Het is iets waarvan je denkt, ik ga het alleen doen. Ik ga het doen. Ik ga iets organiseren, iets regelen. Ik heb geen idee, maar iets wat je alleen, maar je hoeft het niet alleen te doen. En het zal iemand zijn die heel trouw is, die bij je blijft, waar je iets mee kunt gaan opbouwen. Daar is ook die munt 3 in. En het hele jaar ben je dus gezegend. Hè? Zijdelings viel de schildkraap van staven. Dus ook weer, er gaat je een mogelijkheid en een kans geboden worden. Iets waar je heel enthousiast van wordt. Waar je wat mee kunt. Waar je ook wat mee gaat doen. Iets waarvan je een gat in de lucht springt. Ja, het ziet er mooi uit, schorpioen. Als ik kijk naar je liefdesleven, krijg ik munt 4. De geliefde, je liefdesleven. Staven 6 en bekers 8. Ik krijg sterk het gevoel dat je vasthoudt aan een bepaald besluit. Je houdt sowieso vast aan jezelf, vast aan je eigen waarde. Je weet wat je waard bent. Maar je gaat ergens afstand van nemen. Dat heb ik in het begin al gezegd. Dat heb ik in het begin al gezegd over die bekers 4. En dat doe je omdat je vindt dat je jezelf meer waard bent. Dit gaat wellicht niet alleen over die ene situatie, dit gaat ook over het hele jaar, hè? Dat je weet van, weet je, ik ben gewoon meer waard dan dat. Dit is wat ik wil. Ik wil ook slagen in hetgene van degene die voor mij gaan. Of ik wil slagen in hoe ik het ga aanpakken, hoe ik het ga doen. En als je iemand hebt waar je goed bij voelt, dan ga je dit jaar ook vasthouden aan diegene. Je zegt, ik weet je, ik ben er blij mee. Je houdt gewoon vast. We laten elkaar in de waarde. We zijn geslaagd. Door schade en schande zijn we geslaagd. En je gaat iets uit het verleden, loop je van weg. Iets wat jou in het verleden steeds heeft teruggehaald, teruggehouden, om vooruit te gaan in je eigen liefde, je eigen waarde. Daar ga je van weglopen. Er gaat iets nieuws plaatsvinden aan de horizon. En volgens mij heb ik al iets gezegd over een ontluikende liefde. Ik krijg het idee dat voor degene waar het voor van toepassing is, dat dat aan de orde gaat zijn. Ja. Schorpioen. Mooi. Ik wens jullie een heel vruchtbaar en mooi 2025. Dank voor het luisteren en dank voor het kijken en voor het volgen. Je weet me te vinden als je een persoonlijke horoscoop wil. Of een ander consult is ook goed. En anders blijf je gewoon luisteren of kijken. Dankjewel.